In de voorbereiding op een nieuw seizoen krijgen jonge talenten geregeld de kans om zich te laten zien. En ook dit seizoen is dat niet anders bij FC Utrecht. Twee van deze jongens zijn de verdedigers Robin Zwartjens en Ruben Hogenhout. Hoe is het tot nu toe? Goede ervaring, mooi hotelletje. En trainingen zijn goed, goede intensiteit. Dus hartstikke leuk allemaal. Ja, en ik weet nog goed dat jij vorig seizoen op de selectiefoto stond van de A1. Klopt. Stiekem wat minuutjes maakte, sterker nog een aantal wedstrijden meedeed bij Jong Utrecht. En dan ben je nu in één keer op trainingskamp hier in Oostenrijk. Het is redelijk snel gegaan allemaal. Vorig jaar stage bij Jong. Om te laten zien of ik erbij kon en aan kon haken. Dat is goed gegaan en uiteindelijk inderdaad de laatste paar wedstrijden allemaal gespeeld, de laatste periode. En nu stage bij het eerste om het te laten zien. En nu zelfs mee naar Oostenrijk, dus dat is hartstikke mooi. Dat kan je niet snel genoeg aan? Nee, bijna niet. Nee. Hartstikke goed. Wat is denk je de reden waarom jij de kans krijgt om op deze manier te laten zien bij het eerste elftal? Ja, omdat wat je al zei, dat ik vorig jaar toch bijna alles gespeeld heb in de Jupiler League. En dat ik daar ook stappen gemaakt heb. En dan gaan we kijken of ik hier ook de stap kan maken om misschien uiteindelijk door te stromen naar het eerste elftal. Ja, want wat zijn denk je de concrete dingen, kwaliteiten van jou wat opvalt bij de staf? Ja, ik ben verdedigend kopsterk. Ik sta meestal op de goede positie qua verdediging. En mijn man uitschakelen, dat is een kwaliteit voor mij. Iemand die naast jou stond bij Jong FC Utrecht in de defensie is Robin Zwartjens. Ja. Is hij nou vooral een vriend of een concurrent van je? Nou, allebei uiteindelijk. Maar we zien elkaar niet als concurrenten van wie doet wat beter. Of we gaan gewoon heel goed met elkaar om. Nu trekken we ook veel met elkaar op. En dus uiteindelijk vrienden. Maar je weet natuurlijk uiteindelijk ook dat je concurrenten bent. Dat er niet heel veel kansen zijn om bij het eerste van Utrecht te komen. Dus je weet ook dat je concurrenten bent. Als jij naar Ruben kijkt als speler, wat zijn zijn specifieke kwaliteiten, denk jij? Ja, ik denk dat hij voetballend vooral heel goed is in, qua opbouw. Vooruit voetballen, indribbelen, mooie crossbal heeft hij in huis. Ja, verdedigend ook sterk. Maar ik denk dat voetballend wel echt zijn kwaliteit is. Wat is eigenlijk een ideale centrale verdediger? Dat vind ik dan voetballende kwaliteiten vanuit achteruit. En dan ook natuurlijk, je bent uiteindelijk ook verdediger. Dus ook je man uitschakelen en kopduels winnen vanuit achteruit. Ja. Ik vind Rafael Varane van Real Madrid vind ik daar een goed voorbeeld in. Hoe goed kun je daarop trainen als centrale verdediger meegaan in de aanval? Ja, dat is denk ik ook een soort van timing op het moment dat je inschuift. Met de corner is het natuurlijk makkelijk, dan is het een doodse standaard situatie. En dan kan je gewoon meelopen. En ja, dan kijken waar je uit moet komen en waar de bal komt. Ja, en tegen Jong PSV vorig seizoen op de Westmaat was een mooi voorbeeld. Ja, het was een mooie goal. Jammer genoeg van de stand dat het niet heel veel, dat maakte niet heel veel uit. Maar... Persoonlijke succesje stellen toch ook een beetje? Ja, nou, voor mij wel in ieder geval. En hoe probeer jij je door te ontwikkelen? Natuurlijk, je doet je best op trainingen, je speelt je wedstrijden. Wat kun je daarnaast nog doen? Ik ben buiten Utrecht ben ik zelf ook in de sportschool bezig. In Amsterdam gewoon. Maar ook bij Utrecht zelf. Vorig jaar dan met Steven Pastoor. Krachtprogrammetjes gemaakt die ik ga doen. Vooral voor mijn benen. Die zijn nog wat dun. En wat zwaarder worden. En nu met Reiner dan. Dus ik denk buiten het veld of na de trainingen extra dingen doen. Dat kan nooit genoeg zijn, vind ik. Wat is het concrete niveauverschil tussen Jong FC Utrecht en het eerste elftal? Ja, vooral de ervaring en de kleine dingetjes. Ze zijn allemaal net wat slimmer, het gaat allemaal net iets sneller. En het gaat vooral sneller inderdaad omdat ze zien het net wat eerder en omdat ze slimmer zijn, wat ik al zeg. Je moet voetballen wel met plezier doen. En als je het met plezier doet, dan gaat de lat denk ik ook voor jezelf steeds meer omhoog. Want als je het leuk hebt, dan wil je ook steeds beter worden en... er alles aan doen. Dus dat is een beetje ertussenin, denk ik. Een mengsel. Mogen en moeten hier in Oostenrijk. Precies, dat denk ik ook. Ja.